We zijn bij een film, Oorlogswinter. Film? Toneelstuk. Ja, toneelstuk dan. Hoi, ik ben Fleur. Ik zit in groep 7 van het Wintas en in de kindergemeenteraad. Mijn portefeuille is cultuur. De groep 6, een paar kinderen van groep 6 van mijn school, hebben meegedaan aan het project van Stichting Kikker in theater. Daar hebben ze meegedacht over het programma van theater. Welke voorstelling zouden jullie nou graag naar het theater van de Schie willen halen? Megamindy. Megamindy, ja natuurlijk Megamindy. En waarom? Omdat sommige kleine kinderen dat leuk vinden en ik dat soms zo kijk. Als je moet programmeren, dan moet je voor alle leeftijdsgroepen nadenken. Ook artiest. Het was ook wel grappige stukjes. Er waren ook wel grappige stukjes. Grappige stukjes. Had je ook een beetje het gevoel dat jullie bijzondere gasten waren? Ja. Waarom eigenlijk? Het leukste vond ik van dat. Omdat we achter de schermen mochten. Ja, je kwam op plekken waar normaal gesproken het publiek niet kan komen. Dat is een bijzondere rol die je dan hebt gehad. We zijn hier voor een theaterprogramma van school. Dan mogen we een paar keer meekijken met theatershows. En dan moeten we een verslagje schrijven wat we ervan vinden. Daarmee kunnen ze kijken, daar kunnen ze dingen mee gaan verbeteren. Dan mogen we voorstellings uitkiezen voor in het boekje waar je kan kiezen uit theatervoorstellingen. Ik wil het goed kunnen horen. En wat nu hoor je, dan zijn ze daar aan het praten. En eigenlijk kun je woordelijk verstaan wat ze zeggen. Hun horen. Chirurgiecabine. Nou, ik ben net aan het vertellen aan de kinderen dat we op deze manier met iedereen kunnen praten in het theater. En ook kun je, zijn er heel veel ruimtes rond de zaal die ervoor zorgen dat die voorstelling technisch, zoals dat heet, wordt begeleid. Vinden jullie het leuk? Ja. Vind je het spannend? Ja. Wie wil naar huis? Niemand, hè? Nou, dan gaan we verder kijken. Die schijnwerpers op dat moment aan willen laten gaan. Nou, die heb je tijd niet, hè? Nee. Dan hangen er 120 hier. Wat? Techniek, theatertechniek, heel belangrijk, moet je onthouden. Er is geen voorstelling zonder theatertechniek. Ik ben naar Oorlogswinter geweest. Dat ging over de Tweede Wereldoorlog. En ik vond het heel leuk en ook heel spannend, maar het was wel een best wel zielig verhaal. Nou, achter de schermen is het eigenlijk heel anders, want dan, ja, dan is het doek weg en dan heb je opeens een hele grote ruimte. En achter het doek dan is ook een hele grote ruimte waar alle spullen worden ingeladen. En dat, normaal zie je het niet, maar nu wel. En dat was wel heel bijzonder ook. Kinderen uit groep 6 die hebben nog meer geleerd. En die zijn ook in plekken gekomen waar ik zelf ook nog niet ben gekomen. En ik denk dat hun daar ook heel veel van hebben geleerd. Je mag alles vragen, vraag maar aan. Hoe lang het duurt om een voorstelling in te studeren? Normaal is het zo dat je zo'n beetje 5 weken repeteert en dan is het van maandag tot en met dinsdag van 10:00 tot 6:00. Oh, als dit maar gaat lukken. Het was heel spannend, maar uiteindelijk, jullie hebben het gezien, de voorstelling die is er. Dus dat is allemaal gelukt. En nu zijn we aan de toeren, zoals dat heet. En dan spelen we de voorstelling 4-5 keer in de week. De handschoentjes aan. En dan hebben we gewoon de handen achter elkaar alsof je een duif nadoet. Dus het zijn gewoon hele simpele handschoentjes. En door gewoon zo een duif na te doen. Heb je een duif? Had jij had een vraag nog over het toneel? Ja, spelen jullie hier vaker op het toneel? Niet hier, van hier maar 1 keertje nu. Maar morgen spelen we dus op een andere plek. En hier, dit is de plek waar wij ons voorbereiden op de voorstelling. Anders schrijf jij op. Heel erg bedankt voor alles. Ja, de juffrouw. En dan mag jij? Wat moet je schrijven allemaal? Tot volgend jaar. Ik wil niet, ik kan niet schrijven. Ik kan ook niet meer schrijven. Hoor. Ik kan niet. Ik ook niet. Traditie door rokers. En dan schrijf ik er zelf onder van wie het komt. Ja, dan kunnen jullie dat zo. Dan komt het helemaal mooi uit. dit was het zo'n beetje. Dus als jullie een vraag hebben, moeten jullie ze nu stellen. Jij hebt nog een vraag. Wacht, die kruimeltje aan. Hey, dit is dus kruimel. Ik speel niet kruimel, dus ik weet niet heel goed hoe het allemaal werkt. Maar als je in de zaal zat, zag het eruit. Ja, het is fair. Maar ik wil hem zo vasthouden.
Ja, hè? Die voeten zijn echt fijn. Ja, maar op het echt leuk. Grappig. Ja, ook. Ook grappig. Ik vond die draak ook heel leuk met die... Ja, het waren een soort lampen. Ja, lampen achter die ogen. Deze voorstelling wel leuker, want die was minder zielig. Oorlogswinter, dat was niet zo'n heel happy verhaal. Ja, eigenlijk zij zegt wel een beetje. Nou, deze voorstelling, daar vond ik... ik denk dat als mijn zusjes, want ik heb zelf twee zusjes van net vier... Dat als die erbij waren, bijvoorbeeld met die man die... die zo naar Kruimel deed, zo, wow. Dat mijn zusjes echt bij mijn moeder zaten. Ik vond Oorlogswinter veel spannender en droeviger dan de Gebroeders Leeuwenhard. Maar ik vond het, de Gebroeders Leeuwenhard vond ik mooier gemaakt, omdat er dan maar vijf mensen iets speelden. Ik vind het belangrijk dat kinderen meedenken over de programmering, omdat volwassenen denken toch anders dan kinderen. En kinderen die kunnen dan zelf zeggen wat ze leuk vinden en wat ze niet leuk vinden. Je kan je ouders natuurlijk altijd overhalen om naar het theater te gaan, omdat het gewoon heel leuk is. En stiekem vinden ouders het altijd toch wel leuk om ook weer naar een kindervoorstelling te gaan. En niet alleen naar grote mensenvoorstellingen. Omdat ik de Portefeuille Cultuur heb, vind ik het heel belangrijk dat volgend jaar nog meer kinderen gaan meedenken en het nog een groter project wordt. En dat het heel succes wordt in Schiedam en dat veel meer kinderen naar het theater gaan, want het is echt heel leuk. Het nieuwe boekje is heel mooi geworden, dus ik zeg neem hem mee naar huis en laat je ouders het zien. Want er zijn hele leuke voorstellingen in waar je echt naartoe moet gaan.